Oké, daar komt hij dan. Doet hij het? Ja, hij doet het. Ja, dit is een Romeins gebouw. Dat zie je wel. Je ziet heel duidelijk de boogconstructie. Het Griekse gedeelte, is dat nog erg zichtbaar hier? Nou, wel minder, hè? Zie je echt aparte pilaren? Nee, dus dat schrijf je maar op. Dit is echt een Romeins bouwwerk. En daar zit het Griekse element helemaal niet zo erg in. Maar toch herken je het als Grieks-Romeins, want dit lijken natuurlijk op pilaren, maar dat zijn het niet echt. Het is een aquaduct. Wat je er wel bij mag schrijven, dat het heel erg hoort bij de techniek van Romeins bouwen. Want het is een technisch hoogstaand dingetje. Het is gebouwd door Romeinse technici, hè, architecten. En die hebben natuurlijk ervoor gezorgd dat dat natuurlijk goed op tekening stond. Wie hebben dat gebouwd? Wie hebben het fysiek gebouwd? Slaven, hè? Slavenarbeid. Slaven moesten die bouwwerken in elkaar sleutelen en met die stenen slepen. En dat was natuurlijk zwaar werk. Als je niet hard genoeg werkte, kreeg ze klappen met zwepen. Dat begrijp je wel. Hij staat helemaal aan, hè? Ja. Dus altijd, ja, dat staat aan. Klopt. Als in de eerste eeuw na Christus, dat is dus het, van de tweede helft van het Romeinse Rijk. In de keizertijd is dit in gebruik genomen. In Zuid-Frankrijk, dat is hier. Bij de stad Nîmes moest water hebben. Nîmes was een Romeinse stad. Dit ligt hier in Zuid-Frankrijk. He, dat is veroverd door Julius Caesar. En toen was dit natuurlijk Romeins gebied. In de eerste eeuw na Christus heeft Nîmes een aqueduct gekregen. Hier woonden heel veel Romeinen en die moesten water hebben. En toen hebben ze dit aqueduct gebouwd. En waarom laat ik deze zien? Omdat deze nog zo goed zichtbaar is in Zuid-Frankrijk. En mogelijkerwijs kom je ooit op vakantie daar. Wie is daar wel eens geweest bij dit bouwwerk? Nou, zie maar. En dan weet jij het voor eeuwig. Bij Rome staan er ook drie. Dat mag je wel even opschrijven. Rome zelf had ook gewoon vele aquaducten, want daar moest heel veel water naartoe. En die had ik ook wel kunnen laten zien. Maar ik denk, ik zet deze erop, want dan kan je nog misschien meemaken dat kinderen dat herkennen. Nou, dat is in één geval dan zo. Prachtig. Het ding loopt heel knap af. Met een heel klein verloop, het water stroomt, dat hebben ze wel een keer gecheckt, heel langzaam hier doorheen. En de top van dat ding is afgedekt. Waarom is dat afgedekt, denk je? Ja, dat is het belangrijkste, dat er geen vogelstront in komt en dat soort dingen, want dat begrepen ze wel. Ze hadden geen verstand van bacteriën, die Romeinen, maar ze hadden wel in de gaten waardoor het water nu verontreinigd kon worden. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Dat kan je ook wel ruiken en zien. Dus dat speelt wel. Wat de Romeinen ook hebben gedaan, dat is heel belangrijk. Het theater hebben ze ontdekt in Griekenland. Dat is echt zo, dat staat ook in je boek. Theaters ontdekten de Romeinen in Griekenland. Ze waren verzot van die prachtige mooie berghelling theaters van de Grieken. Dus dat idee nemen ze mee. En wat maken ze ervan in Rome? Nou, daar hebben ze twee theaters tegen elkaar aangezet. En wat krijg je dan? Amfitheater. Dus een amfitheater is opgebouwd uit twee theaters. En dat wordt dan een stadion. En Rome krijgt het eerste echte stadion. Dat is natuurlijk het Colosseum. Dat mag je wel opschrijven. Dit is eigenlijk het Colosseum. Hè? Het Colosseum, dat is een stadion. Maar eigenlijk is dat een amfitheater. Dat zijn twee theaters tegen elkaar aangezet. En dan krijg je hier publiek. Dus dat mag je wel opschrijven. Publiek zit hier natuurlijk op. En dit gebouw had dat heel mooi in zich. Dat gaan we ook zo zien. Nou, dan gaan we nu maar eens kijken naar het Colosseum. En dan ja, vertel het. Het staat niet in je boek. Ik begrijp dat niet echt. Ja? Bij de vorige afdeling. Ja, ja. Hoe maken ze zich dan verstaanbaar? Want je ziet, ze kunnen heel veel mensen in, maar Hier wordt gewoon geschreeuwd. En verstaanbaar, dat is helemaal niet. Ik zal je vertellen waarom verstaanbaar zijn niet noodzakelijk is in het Colosseum. Dat zal ik je even uitleggen. Okay, ja. En dat is dus wel leuk. En wat hier ook enigszins het effect is, als je hier in het midden stond inderdaad een man die de strijd verkondigt. Die legt uit wat er geshowt wordt. En dan praat hij gewoon heel luid. Maar omdat het van onderuit gaat, komt het ook wel bovenaan. Oh, okay. Maar het is niet zo van belang, want daar gebeuren hele andere dingen. Let maar op. Kijk, dit is Colosseum. Het is een Grieks-Romeins bouwwerk. Waarom is het wel Grieks? Wat zit erin? Pilaren. En waarom is het Romeins? Bogen. Nou ja, dat is simpel, hè? Het is gebouwd in de eerste eeuw na Christus. Het is in het jaar 80... Dat mag je echt opschrijven in gebruik genomen. Dat schrijf je op. Ik wil iedereen zien schrijven. Het is gemaakt voor een deel door Joodse slaven. Joodse slaven die mee waren genomen door de Romeinen. Vanwege de opstand die zij hadden gedaan. Dat heb je misschien wel ooit geleerd vorig jaar bij de Joodse geschiedenis van het geloof en zo. Hè. Dat heb je vorig jaar gehad.
Joodse mensen zijn als slaaf meegenomen naar Rome. De Romeinen hebben ook Jeruzalem leeggeroofd. En met die schatten hebben ze dit betaald. En de keizer, Vespasianus, heeft hiertoe opdracht gegeven. Titus, zijn zoon, die maakt mee dat het af is. Dit is in het jaar 80 in gebruik genomen. Ze begonnen in het jaar 72, geloof ik, met de bouw. Daar hebben ze 8 jaar aan gebouwd. Slaven hebben dat gebouwd. De tekeningen zijn gemaakt door Romeinse architecten. En dat is een technisch hoogstandje. Dat mag je wel opschrijven, want ze gaan nogal aardig de lucht in. En dat had nooit gekund. Dat hebben ze helemaal uitgerekend zonder die bogen. De boog is een bittere noodzaak als je zo hoog wil komen. Zoveel gewicht op elkaar wil stapelen. En het ook aflopend. He, want binnenin, kijk, als dit de wand is, heb je allemaal tribunes die zo lopen. Dus dat moet allemaal gedragen worden. Dat hele bouwwerk zit vol met bogen. Continu boogconstructie, om het allemaal te dragen. En dat gebouw is zo goed in elkaar gezet, dat inderdaad daarin konden 60.000 mensen. En het kraakte niet en het barstte niet en het bleef gewoon staan. Dit gebouw is kapot. Hoe komt dat? Weten jullie dat misschien? Mogen jullie opschrijven, hoe komt dat misschien dat het kapot is? Denk eens na. Nee. Ja, wel serieus proberen te houden. Want probeer eens na te denken. Wat hebben de Romeinen in de middeleeuwen gedaan? Toen Rome geen Rome meer was. Nou, Romeinse mensen hebben in de middeleeuwen dit gesloopt voor bakstenen voor hun huizen. Dat zou ik maar opschrijven. Want daar komt de sloop van. De sloop is niet gedaan door bliksem of kan natuurlijk een aardbeving. Die zijn ook geweest. Maar in de middeleeuwen hebben de inwoners van Rome, die toen allemaal niet meer van het Romeinse Rijk, dat was weg. Die armbaren, die hebben dat gebouw voor de helft uit elkaar gesloopt voor hun eigen huizen te bouwen. En nu vinden ze dat in Rome natuurlijk wel jammer. Aardbevingen hebben ook invloed gehad op de muur, maar dat gebouw is nooit helemaal aan elkaar gesodemieterd. Ongeveer 60% staat nog. Gelukkig maar, want dan kunnen wij laten zien hoe sterk het is. En hoe ingewikkeld het gebouwd is. En hoe knap dat gedaan is. Hier worden shows ingegeven. Zeg maar op. Het is een sadistisch ding, dit. Mag je er wel bij schrijven. Het is een gevechtstheater. En de gevechten die er waren, die werden betaald door rijke Romeinen. Dit is in de keizertijd. Dus dat schrijf je er maar bij, als je dat niet weet, want dan gaat het weer fout. Heel vaak betaalden keizers 3 weken lang allerlei spektakel. Om de bevolking van Rome ontspannen te maken. En die eiste veel. Eiste dus brood en spelen. Vaak gaf de keizer ook brood weg. En liet hij gevechten zien. Maar nou komt het. In dit sadistische ding. Want hier is nooit iets leuks in gebeurd bijna. Nooit. Ja, de Romeinen vonden het fantastisch. Want die keken graag naar bloed en ellende. Dat was bekend. Let op. Wat gebeurt er nou? 'S Ochtends, in het ochtenduur. Als er dan spelen zijn georganiseerd, hè? Stel er de keizer van Rome, laten we zeggen Domitianus of zo, die zegt we gaan 3 weken lang vertier maken in dit Colosseum. Nou, wat gebeurt er dan? Dan hebben de Romeinen ook hun gevangenen opgespaard. Gewoon de veroordeelden die foute dingen hebben gedaan, gestolen hebben, gemoord hebben, die zitten in gevangenissen. En die komen hier ook bij ter sprake. Want die gaan ook wat meemaken hier in die 3 weken. Ook de wilde beesten die ze gevangen hebben in Afrika. Want kijk, het Romeinse Rijk had natuurlijk ook Afrika. Als ze nou wilde beesten nodig hadden, we gaan even naar de kaart van het Romeinse Rijk. Die hebben we toch wel, of niet? Nee, we hebben de kaart van het Romeinse Rijk niet eens. Nou, het Romeinse Rijk had ook Afrika. En daar haalden ze wilde beesten vandaan. En die gingen ook een dingetje doen hier. Dat ga ik je zo uitleggen. En pas in de namiddag, tegen 1:05... kwam het bekendste hier. En wat was het bekendste wat hier plaatsvond? Nee, dat is de gladiatorengevechten. Dat is het allerbekendst van het Colosseum. Maar het minst wrede. Want wat echt wreed is, dat gaat nu komen. Wat echt wreed is, dat 's ochtends, vanaf 9:00... de gevechten, als er dan 3 weken feest was georganiseerd, bijvoorbeeld in juni of zo, van het jaar 90, dat is gewoon gebeurd dan. Was er 3 weken feest in het Colosseum. Wat gebeurde er dan 's ochtends? Dan kwamen de gevechten met veroordeelden die vast waren gebonden aan wilde beesten. En die wilde beesten hadden dan vaak vlees, dat waren vleesetende wilde beesten. Beren, leeuwen, panters, noem maar op. Panters niet, want maar dat soort achtige beesten, maar ook hyena's. Ook beren wilde, die hadden dan wekenlang niet te vreten gehad. En die werden dan aan gevangenen vastgebonden.
En 's ochtends om 9 uur losgelaten in dat stadion. En dan zat het publiek van Rome zat er al. En daar zaten de arme mensen van Rome, want die hadden vaak gratis toegang. Die kregen vaak brood uitgedeeld. En die gingen dan zitten kijken naar hoe wilde beesten vochten met veroordeelde gevangenen. Die met kettingen of met touwen of wat voor manier dan ook vast waren gebonden aan beesten. Wilde paarden ook. Paarden die ringen door hun neuzen kregen geslagen. En helemaal gek werden van agressiviteit. Die moesten dan gedood worden door die gevangenen. Dat zie je hier. Of er werd een beer vastgebonden aan een stier. Ook leuk om naar te kijken hoe dat dan doodgemaakt werd. Of er was een gevangene vastgebonden aan een leeuw. De gevangene was dan met bloed ingesmeerd om het spektakel maar zo groot mogelijk te laten lijken. Ja. Nee, de gevangene die, daar werd net zo lang mee in de ronde gesold dat hij dood ging. Want meestal waren dat tot de dood veroordeelde gevangenen die daarin speelden. Slaven konden dat ook wel meemaken als ze iets verkeerd hadden gedaan in het huis van hun meester. Konden ze ook veroordeeld worden door het spelletje met de beesten. Nou, dat was tot 1 uur of 11. Groots vermaak. En als het af was, dan werden de beesten naar buiten gesleept. En die werden naast het Colosseum neergesmeten en er werd wat zand overheen gegooid om het bloed een beetje te stelpen. Als je mazzel had en je als gewoon een Romein en je had een dagje Colosseum gedaan, als je dan 's middags eruit kwam, kon je wel een stukje kopen van de stier. Een stukje vlees, dat kon je dan thuis voor meenemen voor het eten. Zo vreemd is het. Dat was toch eens. En dan begint het meest walgelijke. En dat schrijf je op, want ik zie jullie allemaal niet schrijven. Het meest walgelijke, dat zie je bij dia 23, schrijf je dat op, want ik vind prima dat jullie luisteren. Je moet het ook noteren. Het meest walgelijke vindt om het middaguur plaats. Dan gaan trouwens de meeste Romeinen naar huis toe. Dat mag je opschrijven, want dan is de zon, die staat boven op het Colosseum in de zomer. Dan is het te blubberheet. Dan kan je er bijna niet in. Enige die overblijven, dat zijn de allerarmste, het armoedigste en het meest walgelijke volk van Rome. Dat zit daar nog op de tribunes. En die kijken dan naar meer dan afschuwelijke terechtstellingen van mensen die door de rechter veroordeeld zijn tot de dood. Ze spaarden die op, die gevangenen. Die lieten ze maandenlang in gevangenissen zitten. En die kregen dan de mededeling allang al. Jullie worden zo direct terechtgesteld in het Colosseum als er weer spelen worden georganiseerd. En dan, ja hoor, om 1 uur of 12 begon dat. Dan werden de gevangenen naar binnen gesleept. Die werden vastgebonden aan palen. En dan werden ze ingesmeerd met bloed. En dan lieten ze een leeuw los. Of een hyena, die begint gewoon aan je voeten te eten. En dan gingen mensen daarnaar staan te kijken. Of ze werden aan kruisen vastgebonden. En dan werden er zo 20 kruisen neergezet, werden er allemaal mensen gekruisigd. Het meest walgelijke van die kruising was, dat als dat spelletje af was, dan haalden ze gewoon de kruisen uit de grond vandaan. Met de mensen die eraan hingen. En dan denk je hoe dat eruit ziet. Ze konden ook gewoon totale terechtstelling doen, een stuk of 20 op een rij. Of ze lieten ze met elkaar vechten, deden ze ook, wat ze ook gedaan hebben. Dat ze al die gevangenen een zwaard gaven. Een zwaardje gaven en een mes. En dan deden ze het Colosseum deuren open. En dan gooiden ze die gevangenen naar buiten toe en dan zeiden ze, nou maak elkaar maar dood. En dan gingen ze erbij zitten wachten tot ze allemaal elkaar hadden afgekeeld. Op meest walgelijke idiote manieren. Vrouwen werden ook gewoon zo terechtgesteld. Die kregen ook openbare verkrachtingen over zich heen. Helemaal geen punt. Wat daar gebeurd is, dat kan je beschrijven, dat zou ik eens opschrijven. Dat is werkelijk met geen pen te beschrijven hoe die terechtstellingen bij de Romeinen plaatsvonden. Daaraan zie je de wreedheid van Rome. Absolute wreedheid van Rome. Ik kan daar niets anders over zeggen. Dit is het meest walgelijke wat ooit gebeurde in het Colosseum. Walgelijker kan ik het je niet vertellen. Werkelijk niet. En dan pas in de namiddag, nou moet je opletten, pas in de namiddag, en dan ga ik iets doorprikken wat altijd bij kinderen zo blijft hangen. Of iets wat foutief wordt gezegd in de media ook. Die gladiatorengevechten, die begonnen pas om 5 uur 's middags. Want dan pas kwam de elite, de rijke Romeinen, de keizer. Schrijf maar op, de elite van Rome, de rijke families kwamen toen pas. Die hadden aparte loges in dat stadion. En die kwamen pas als de zon weg was. En die zaten ook niet aan de zonkant, die zaten altijd aan de schaduwkant. Want dat was er altijd al blubberheet in dat Colosseum. En heel veel van die rijke Romeinen, die hadden ook hun gladiatoren mee. Want heel vaak hadden die als hobby, dat mag je opschrijven, het hebben van een gladiatorenschool. En die gaven dus de gladiatoren mee in het gevecht. En dan gingen ze lekker zitten gokken. Wie zou winnen? En dan drinken ze een glaasje wijn, ze hebben fruit. Slaven staan gebogen om elke knip met de vinger van alles voor ze te doen. En daaromheen zit dan het volk.
te joelen van Rome. Die mogen gratis naar binnen. Dus dat is dan een gejoel en een gedoe. En dan komen de gladiatoren binnen. Dat wordt aangekondigd met schreeuwen inderdaad. Staat iemand aan te schreeuwen. Nu komen de Hippocrates en de weet ik veel wat. Die gaan tegen elkaar vechten. Want al die gladiatoren hadden aparte namen. Je had maar 8 soorten gladiatorennamen. Die allemaal met verschillende soorten wapens vochten. En dat werd van tevoren allemaal aangekondigd. En dan komen de geoefende vechtjassen binnen. Nou, dat zijn boomgrote kerels. Die een beetje vet zijn. Waarom zijn ze vet? Weten jullie dat? Ja, dan snij je dus in het vet. Dus die mensen die aten heel veel erwten, die gladiatoren, om een beetje vetlaag te krijgen. Gewoon vetopbouw moesten ze krijgen. Zodat ze een beetje pompig werden. Zodat het vet gesneden werd als ze gesneden kregen. Dat het mes in ze kregen. Dat alleen het vet bloed en niet de spier. En dat werkte ook echt zo. En heel vaak vochten die dan een uur met elkaar, of een half uur, of een kwartier. Maar het publiek bepaalt eigenlijk wat het gevecht is. Dat staat te joelen en te schreeuwen. Heel vaak werden die gladiatoren helemaal niet doodgemaakt. Is helemaal niet zo. Gebeurde wel. Incidenteel, gebeurde wel. Maar de doelstelling was niet dood, want die zijn veel te duur. Waarom zijn zij duur? Zij krijgen training. Meer dan een jaar. Worden zij opgevoed in de gladiatorenschool? Zijn ze aan het knokken en het oefenen? Dat zou je ook kunnen opschrijven. Dat dit een heel sportsysteem is. Alleen de sport is best wel leuk, want wat is het gevecht slap? Is dit een slap gevecht? Nou jongen, het komt niet eens in de buurt van boksen. Kickboksen is er niks bij. Een cagefight is er niks bij. Dat is echt zo. Het gaat echt met scherpe wapens. Het gaat echt met steken. Het gaat echt met afhakken van ledematen. Het gebeurt ook allemaal. Het is serieuze zaak. Het is geen grapje. Ja. Nee, nee, dit waren allemaal slaven. En weet je wie dit ook konden zijn? Dat mag je ook wel even opschrijven. Wie kon de gladiator worden? Dat kon ook dat jij bijvoorbeeld schulden had als Romein. Dan kon jij je bijvoorbeeld... dan werd je slaaf, want je had een schuld. Dan moest je eerst je schuld vereffenen. Dat is ook wel gebeurd, dat mensen met schulden in die gladiatorenscholen terechtkwamen. Maar heel vaak namen ze Germaanse slaven. Want die waren sterk en groot. Germanen waren populair om gladiator te wonen. Want dat waren grote mannen uit het noorden van Europa. En die konden ongelooflijk goed vechten. Die waren sterk en die konden zwaar, grote zwaarden aan en zo, weet je wel. Ja, ja, ja. Er is een heel bekend verhaal van een gladiator. Die heeft 23 gevechten overleefd. En toen heeft de keizer gezegd, je mag weg, je mag naar buiten toe lopen. Dit verhaal ga ik je ook even uitleggen. Als de keizer die bij zat, dan was hij de scheidsrechter. Hè? Dan was er een gevecht geweest, een mooi gevecht. Dan had de een eigenlijk de ander op de grond en die kon hem doodsteken. Nou, dan liet de keizer dat afhalen van het gejoel. Dat ze dan zeiden dood, dood. Maar wat, dan is de beweging is zo. Dat is beweging van snijden. Dus dat van op, en dat is helemaal flauwekul. De keizer zei dan als je dood moest, snijden. En daar wordt mee bedoeld. Eigenlijk je keel afsnijden. Je mag hem dan ook in zijn hart steken. Dat maakt niet uit. Maar je mag hem doodmaken. En als hij niks zei, dan deed hij niks. Dan zei hij, nou ja, je bent vrij om te gaan. En één keer, dat is bekend in bronnen, is er een slaaf geweest. Dat was een Gallische slaaf geweest, uit Gallië. En die heeft zo goed gevochten, heeft 23 keer gewonnen. En toen kreeg hij die vrijheid. Toen kon hij zo het Colosseum uitlopen, liep hij zo Rome in, was hij vrij. Dus die heeft zich door fantastisch knap vechten, vrijgevochten. En dat was niet eens een grote man. Dat is helemaal bekend, dat was een hele snelle vechter. Die veel sneller was dan zijn tegenstanders. En die heeft zichzelf vrijgevochten. Maar dat is een uniek verhaal. De meeste gladiatoren sterven na een gevecht of 12. Die leven dan, als ze dit leven leiden, 5 jaar. En dan gaan ze dood. Ter vermaak van wie? Van het Romeinse volk. Dat vond het prachtig om te zien. Om gladiatorengevechten in geur en kleur mee te maken. En de ellende die ze daar zagen, daar raakten ze ook helemaal aan gewend. Dus de Romeinse mens in Rome was echt gewend aan heel rauw vermaak. En dat wilden ze ook hebben. Dat is natuurlijk wel een dramatisch verhaal op zich. Maar het meest dramatische, het meest smerige, dat mag je echt opschrijven. Dit was gewoon echt smerig. Christenen zijn hier ook vervolgd, hè? Christenen. Die zijn hier ook terechtgekomen omdat ze het christendom aanhingen. Die zijn ook op walgelijke manieren, op allerlei manieren. Soms werden ze met harsen ingesmeerd, werden ze allemaal in de fik gestoken. Stonden er ook
plebs van Rome stond erbij te joelen. Ja, ja, steek ze in de fik. En dan in het Latijn, hè. Steek ze in de fik, laat ze branden. Nou, werd het in de fik gestoken. Vlammen eruit. Ziet voor je. En dan werd het weer opgeruimd. Kwam er weer nieuw schoon zand in. En dan 's middags pas om 5 uur kwamen de nette heren uit Rome. In hun gedragen koetsjes, hè. Of ze kwamen aan wandelen, heel rustig met hun vrouw en hun gevolg. En dan gingen ze naar het Colosseum. En er stond dan wijn klaar en druiven. En dan gingen ze lekker kijken. De elite was nooit aanwezig bij de... bij die terechtstellingen. Nee, dat is echt helemaal bekend. Daar kwamen ze niet. Het was veel te heet. Niet vanwege de ellende, maar vanwege de hitte in dat Colosseum. Daar kwamen ze niet. De zon staat erop te schijnen. Ze hebben ook wel eens mensen gewoon lekker in de zon helemaal uitgekleed, lekker in de zon laten staan. Dat deden ze elke dag opnieuw met hem. Maar ondertussen lieten ze hem wel aan die paal zitten. Begrijp je wat ik bedoel? Sadistisch. En dit is ook bizar. Weet je hoe erg het was? In de tweede eeuw konden ze geen eens meer wilde beesten ergens vandaan halen. Zoveel wilde beesten hadden de Romeinen opgebruikt. Berucht was die hyena. Die hyena begint gewoon te eten aan een levend iets, hè. Waarom doen hyena's dat? Waarom doen hyena's dat? Hoezo kan een hyena zomaar beginnen aan een levend beest? Waarom doet een hyena dat? Even nadenken. Ja, heeft sterke kaken. Daarmee kan hij het. Maar wie zit altijd op de loer op die hyena? In Afrika. Dat is toch de leeuw? Dus de leeuw bedreigt altijd het hapje van de hyena. Wat heeft de hyena zichzelf aangeleerd? Dat als hij wat heeft, dat hij meteen zijn tanden erin zet. Want wie komt er meteen aanrennen altijd? De leeuw om hem weg te jagen. En die beesten waren helemaal berucht in dit verhaal. Want ja, die beginnen gewoon te vreten aan levende dingen. Spectaculair om te zien, toch? Ja, daar kan je van gaan lachen en helemaal gelukkig van worden natuurlijk. Als je van sadisme haalt. Ja. Ja, gewoon in netten. In Afrika, daar is ook slaven voor. De Romeinen waren toch ook de baas in Egypte? Nou, daar kon je al die beesten in het zuiden van Egypte lopen, die beesten. Dus ja, die kochten ze van mensen van die dat aanboden. Maar die hadden ze gevangen met netten. Wilde beesten vangen is niet zo moeilijk, hoor. Een leeuw vang je zo, je gooit er een net overheen, het is klaar. Gebruikt ook olifanten hier. Kamelen hebben ze ook gebruikt. Om te laten opvreten door een beer. Die helemaal waanzinnig was van honger. Wat ook wel eens gebeurd is hier, dat de leeuw die dan binnenkwam, bang was van de menigte, die ging in een hoekje liggen slapen. En dan gingen ze hem opporren. Gingen ze bloed op zijn bek smeren en zo, omdat hij maar agressief werd. Nou, en dan uiteindelijk werd die leeuw weer een beetje, dat joelen van die menigte, daar waren die beesten bang van, dat was ook bekend. En degene die organisatie deed, die was zeer beducht ervoor dat het wel allemaal een spektakel moest zijn. Want als dat niet was, kon hij zelfs nog op zijn flikken krijgen van de keizer. Dat het niet spektakel genoeg had. Dit is onvoorstelbaar. Het is een nare kant van het Romeinse Rijk. Dat schrijf je maar op het kop. Daarom berucht. En niet eens vanwege de gladiatorengevechten, want dat ging nog redelijk goed georganiseerd. Begrijp je wat ik uit sta te leggen? En dit was zomaar een beetje aanklooien met mensen. En eigenlijk dit ook. Het is van een hele andere orde eigenlijk. Ja? Ben ik duidelijk geweest? Goed, staat ook allemaal netjes in de film. Oké. Dank u wel voor de aandacht.